Bij het horen van deze geluiden weet iedere luisteraar gelijk wat er zich hier afspeelt. Toch blijkt uit recent onderzoek van het blad Hart en Ziel dat juist de ouders in vergelijking met vorige generaties meer moeite hebben met het geven van seksuele voorlichting aan hun kind. We gingen daarom langs bij Jacqueline Emmer. Zij geeft op het college De Heemlanden in Houten naast maatschappijleer ook seksuele voorlichting aan eerste en tweedejaars studenten. Ja, nou, ja, weet je wat het is? Kijk, ze zeggen, ik heb het ook gelezen hoor, dat zeg maar in de jaren 60 natuurlijk de flower power generatie heel open was en hun kinderen misschien ook heel open voorgelicht hebben en dat daar ook bepaalde normen waren even wat anders lagen. Dat kan wellicht wel invloed hebben. En ja, en ook, ik denk ook wel opleidingsniveau. Misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Ik heb wel het idee van dat kinderen met ouders met een beter of hoger opleidingsniveau wat sneller voorlichten. Wat sneller of ja, misschien wat eerder misschien al in de groep 8. Jij denkt dus wel dat de ouders bewust zijn dat kinderen nu op jongere leeftijd meer weten over seks? Niet allemaal. Het is een beetje, ik denk dat het gewoon... Ja, als je een beetje verstandig nadenkt, dan weet je dat wel. En op een juist, en als we ermee beginnen, want ze vragen ook heel vaak aan mij, want jij komt toch een beetje over als een soort moeder. En dan vragen ze aan mij ook altijd van, ja, wat is nou de juiste leeftijd? En dat is wel schattig hoor. En dan zeg ik al wel eens jaren, zeg van, dat kan ik niet voor jullie bepalen. Dat is aan jullie. Je moet gewoon luisteren naar je eigen lichaam, naar wat je zelf wil. En als het van binnen goed voelt, is het goed. Maar voelt het niet goed van binnen, moet je het niet doen. We vroegen ook aan een van de leerlingen of zij wel eens seksuele voorlichting thuis hebben gehad. Nou ja, mijn moeder heeft het wel een beetje geprobeerd. Maar ja, ik vind het best wel ongemakkelijk om daar met mijn ouders over te praten eigenlijk. En hoe komt dat dan, denk je? Ja, het zijn toch mijn ouders, dan heb ik het liever met ja, mijn vriendinnen over of zo. En ja, ik weet niet. Want je hebt nu nog geen vriendje? Nee, dat niet. Dus het is ook nog niet echt nodig. Maar als ik echt iets moet weten, dan vraag ik het wel aan mijn moeder. Maar, en zou je het wel...